Goedemiddag allemaal, bonjour à tous et à toutes. Welkom bij deze najaarsprognoses webinar 2021 van de Nationale Bank. Bienvenue à ce webinaire de la Banque Nationale. On va partager avec vous les projections d'automne de la Banque. De sprekers van vandaag zijn onze vice-gouverneur Steven van Akkeren en Geert Langenus, die jullie misschien al wel kennen van de vorige presentaties. Geert Langenus is economist in het departement Studiën van de Bank en zijn team is verantwoordelijk voor de samenstelling van deze prognoses. Donc, les interlocuteurs d'aujourd'hui sont le vice-gouverneur, Steven van Akkeren, et Geert Langenus. Geert Langenus, economist au sein de notre département des études, et son équipe est responsable pour la composition de ses projections d'automne 2021. Dan geef ik nu graag het woord aan de vice-gouverneur. Indien jullie nog vragen hebben, dan beantwoorden we die natuurlijk graag na afloop van de presentatie. Stel uw vragen gerust via de chatfunctie. Dus als u vragen heeft, stel ze alsjeblieft via de chatfunctie. We gaan die vragen dan groeperen en dan kunnen we die ook stellen. Si vous avez encore des questions, partagez une opinion, n'hésitez pas à utiliser cette modalité chat. On va suivre les questions que vous allez poser là et on va les formuler après la présentation. Dan geef ik nu graag het woord aan de vice-gouverneur. Maintenant, je donne la parole au vice-gouverneur Steven van Akkeren. Dankjewel Geert en à mon tour, je vous souhaite la bienvenue. Ik wens u ook zeer welkom op deze presentatie van onze najaarsvooruitzichten. Ik zal dat doen, ja, je zegt samen met Geert Langenus, maar straks als we de vragen gaan krijgen, zal wel blijken dat de verstandigste van de twee, dat Geert is, die ook grotendeels de auteur is samen met zijn equipe van deze oefening. Voor een open economie als die van België is het normaal dat we starten met eerst een blik op de internationale omgeving, in het bijzonder de eurozone te werpen. Laten we bij de volgende slide al eens even kijken wat er gebeurd is in de wereld en in het eurogebied. Wat op deze slide moet opvallen, dat is dat zowel voor de wereld als voor het eurogebied het herstel van een toch wel zeer intense crisis die flinke klappen heeft geslagen, dat het herstel ook zeer sterk is geweest. En dat meer bepaald het jaar 2021 een flinke toename heeft gegeven van de economische activiteit. Wat je hier ziet, dat zijn de PMI's, die eigenlijk een beetje het vertrouwen van de purchase managers van de bedrijven aangeven. En een cijfer boven de 50 geeft eigenlijk aan dat men op koers is in de richting van verder herstel. En je ziet dus eigenlijk dat dat herstel van een cijfer boven de 50, zowel in de wereld als in het eurogebied, vrij snel opnieuw is aangebroken, zelfs nog in de loop van het jaar 20, met een stevige heropleving in 2021. Ceci étant dit, et ça se voit clairement aussi bien au niveau mondial qu'au niveau de la zone euro, on voit que à la mi-2021, apparemment, une certaine pause s'est installée. Et que malgré le fait que le chiffre continue à rester au-delà de ces fameux 50, qui sont quand même un indicateur de confiance et du sentiment de redressement, que une certaine pause qu'on va expliquer s'est installée. Ce qui doit peut-être aussi vous intriguer, c'est que le chiffre en bleu, notamment de l'industrie manufacturière, que là, la descente a été moins importante que pour l'ensemble de l'économie. Dus alles tezamen hebben we wat, ik ga niet zeggen atypische crisis gehad, maar het was natuurlijk wel een crisis die zeer exogeen ook was, een gezondheidscrisis, die natuurlijk vooral een flinke klap heeft opgeleverd voor in bijzonder dan de diensten en iets minder eigenlijk voor de verwerkende nijverheid die vrij snel terug naar niveaus is gekomen die vergelijkbaar waren met de niveaus van voor de crisis. Als we dan verder gaan naar de volgende slide. Alors, dans ce prochain slide, on voit déjà un certain nombre d'éléments qui vous expliquent
les raisons pour lesquelles on constate qu'à la fin 2021, une certaine pause s'est installée. Et donc, bon, je crois que tout le monde, entre-temps, sait que l'année 2021 a été une année qui a été caractérisée quand même par le fameux mot en anglais « bottlenecks », hein, de verstoring van de aanvoerlijn, die ervoor gezorgd heeft dat allerlei producten en grondstoffen, semiconductoren, eigenlijk ook het transport als zodanig, maar ook een aantal grondstoffen en energie, dat die allemaal op een wat moeizamere manier de weg naar de economie hebben gevonden. Het wezen door inderdaad verstoringen in de aanvoerlijnen, het wezen door verhogingen van de prijzen. We hebben eigenlijk op basis van surveys het gevoel dat die contraintes langs de kant van de aanbodzijde, dat die zich in het komende jaar, in 2022, toch nog riskeren te verlengen. Donc, les contraintes d'offre risquent de se prolonger, ils ne seront pas éternels. Il est clair que l'ensemble des observateurs s'attend à ce qu'à un moment donné, ce type de problème va disparaître, les signes ne démontrent pas qu'ils disparaîtront tout de suite. Et donc, selon le cas, selon les secteurs qu'on interroge, on parle de poursuite, de prolongement de ces problèmes jusqu'à la mi-2022, voire même encore jusqu'à la fin 2022 pour un certain nombre de secteurs. Tout ceci, c'est bien sûr accompagné de quelque chose que tout le monde a ressenti, c'est-à-dire l'augmentation des prix, aussi bien des biens industriels, mais aussi des intrants, donc les inputs. Hein, et donc, vous voyez clairement que avec un effet assez aigu au niveau de la zone euro, un peu moins, vous le voyez à droite, un peu moins pour l'ensemble du monde, mais en tout cas pour la zone euro, les problèmes de prix montant a été quand même assez aigu, et que ce phénomène n'est pas de nature à disparaître tout de suite au début de l'année 2022. Si on passe au slide suivant, tout ceci a bien sûr eu un impact important sur l'inflation. En novembre, on était déjà proche d'une inflation de 5%, donc vous le voyez à gauche, hein, donc les 4,9% en termes d'inflation pour l'AICP. En core inflation zaten we op dat ogenblik al flink boven de 2%, zaten we ongeveer op 2,6%. Ja, het ogenblik waarop we deze projecties hebben afgesloten was een ogenblik waarop we vaststelden dat de olieprijzen flink aan het stijgen waren en dat net Omicron werd aangekondigd. Natuurlijk, we moeten dan kijken hoe in het vervolg prijzen van de energie zich verder zijn gaan ontwikkelen en nog zullen gaan ontwikkelen, want daar hangt eigenlijk enorm veel van onze prognoses van af. En dus het is misschien wel goed dat ik even stilsta bij de hypothese die we gehanteerd hebben op het niveau van wat er verder nog te gebeuren staat met die energieprijzen. Want één ding is duidelijk, een groot stuk van de inflatie heeft te maken, dat ziet u nog altijd als u nog eens naar links kijkt, heeft te maken met de toename van de energieprijzen. Energieprijzen die dusdanig zijn toegenomen, en dat geldt dan in het bijzonder voor hetgeen rechtsonder te zien is, in het bijzonder voor de gasprijzen, waarvan je niet mag veronderstellen dat de extreem hoge toename, dat die zich zal nog eens opnieuw herhalen, met andere woorden ook een mechanisch effect op het inflatiecijfer van de komende jaren. Men mag niet veronderstellen dat een stijging van de prijs van pakweg 20 euro, 25 euro naar niveaus die tegen de 100 gaan, nu recenter dan zelfs tot tegen de 150, dat wil zeggen haast een verzesvoudiging van de prijzen. Men mag niet veronderstellen dat in het komende jaar dat nog eens opnieuw zal gebeuren. En met andere woorden, gewoon al het feit van een afkoeling van wat er nu aan de gang is, moet al voor
wat dimmend effect zorgen op het niveau van de inflatie. Nu, voor wat gas betreft weet iedereen dat dat gedeeltelijk ook een verhaal is van geopolitiek. Veel heeft te maken met de crisis die tussen Rusland en Oekraïne een afloop gaat moeten kennen die we eigenlijk niet voorspellen kunnen. Als zich dat normaliseert, dan mag je veronderstellen dat de gele lijn die u daar rechtsonder ziet, dat die vrij snel inderdaad zich realiseert. Als er iets anders gebeurt, dan gaan wij naar nieuwe prognoses moeten gaan, met andere woorden. Voor wat de olieprijsassumpties betreft, dus rechtsboven, mag misschien ook iets meer vertrouwen worden gegeven aan de wat klassiekere manieren om dit soort van dingen te voorspellen, omdat men uiteraard ook werkt met bestaande futures die eigenlijk ook een sentiment van de markt aangeven. En dan ziet men toch wel degelijk, en dat is ook geïntegreerd in onze hypothese, dat die olieprijzen niet verder de lucht in hoeven te gaan en dat die langzaam naar een lager niveau komen, al zullen veel mensen vinden dat het niveau dat geprojecteerd is tussen nu en 2024 toch nog altijd een behoorlijke kostprijs uitmaakt. Maar goed, dat moet ook niet te veel verbazen tegen de achtergrond van ook een aantal terechte overwegingen met betrekking tot klimaatwijziging, die maken dat uiteraard de kostprijs van energie niet geacht moet worden om heel snel naar extreem lage niveaus te gaan. Goed, op een volgende slide, naast dus die bottlenecks, de problematiek van de toch wel flamberende energieprijzen, is er natuurlijk nog een derde element die een stuk verklaring geeft voor die pauze in het herstel. En dat is natuurlijk de besmettingen in het kader van de COVID-crisis. Ja, we hebben dus nog maar net een situatie waarin de Delta-variant wat aan het afnemen is, maar de Omicron-variant is daar al nog altijd af te wachten wat daar de precieze karakteristieken van zijn in termen van impact op de economie. Duidelijk is op het gezondheidsniveau dat het een besmettelijke variant is. De vraag is nog of de gezondheidsimpact dusdanig is dat er opnieuw nieuwe restricties komen die een negatieve impact hebben op de economie. Ce qu'il faut quand même constater, c'est que l'économie est devenue de plus en plus capable de résister à un certain nombre de situations au niveau de la crise Covid, tout en restant quand même capable de maintenir un certain niveau de production. Je ne vais pas dire que tout cela se fait sans problème, bien au contraire, mais si on compare cela avec la situation du lockdown généralisé, il est clair que l'économie subit des effets un peu plus mitigés ou un peu moins aigus de la situation des contaminations que ce qui s'est produit en l'an 2020. Ceci ne doit pas nécessairement nous rendre tout à fait optimistes, parce que vous voyez à droite que quand on interroge un peu les gens au niveau de leurs intentions d'être mobiles, ce qui est quand même aussi un bon indicateur pour la question de savoir est-ce que la consommation, est-ce que les voyages, est-ce qu'ils vont reprendre. Et donc on constate quand même qu'apparemment, dans les publics que nous interrogeons, notamment en Belgique et chez nos voisins, qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à une certaine méfiance ou prudence, si vous voulez, ce qui indique que toute projection au niveau de la consommation comme grand moteur de la reprise, toutes ces idées sur un revenge spending, het feit dat mensen massief hun spaaroverschotten zouden gaan recycleren door extreem veel te gaan beginnen uitgeven, dat het misschien toch wat vroeg is om dat te willen aankondigen. En er zijn trouwens ook studies, en ongetwijfeld zal Geert daarop terugkomen, dat effect nog wel eens zou kunnen tegenvallen. En dus het is duidelijk dat we, voor wat onze toekomstige ramingen betreft, ook wel rekenen op een stuk groei dankzij private consumptie, dat is een feit, maar men mag ook dat effect niet overmatig benadrukken of daar al zijn boontjes op de week leggen. Ik heb dan denk ik nog een laatste slide die ik u even kan tonen, waar u nu eigenlijk de precieze cijfers vindt die op dit ogenblik onze najaarsprognose uitmaken.
Bon, in ieder geval op het niveau van de groei toch eigenlijk wel cijfers die echt wel mogen worden beschouwd als vrij sterk. Hè. U moet dat natuurlijk allemaal zien in het licht van de enorme klap van 2020. Als je in 2020 naar negatieve cijfers gaat, ja, dan bounced dat automatisch terug een keer dat de crisis wat achter de rug is. Maar dus een croissance de 5,1% au niveau de l'eurozone. D'ailleurs, vous allez voir tantôt que le chiffre de la Belgique est encore un peu plus élevé que cela. Mais donc, au niveau de l'eurosystème, on voit que en 2022, voire aussi en 2023, avec un chiffre assez robuste de 2,9% en termes de croissance, on est bien au-delà du potentiel, tandis que probablement dans les environs de 2024, nous atteignerons un niveau de croissance qui est un peu plus proche de ce qui peut être vu comme le potentiel. Alors, bien sûr, vous le voyez, les indicateurs montrent que ce type de croissance est basé sur des estimations non seulement au niveau de la consommation des ménages, mais aussi au niveau d'investissement par les entreprises qui, notamment pour l'année 2022-2023, sont encore assez robustes. Et au niveau des autres éléments, vous pouvez les lire. Je vais quand même encore insister, avant de passer au slide au graphique à droite, je vais encore insister sur le fait que cette crise, apparemment, nous a mis dans une situation où les coûts qui ont été donnés ne se sont pas nécessairement manifestés au niveau du marché du travail. Dus de werkgelegenheid is alles tezamen vrij stevig in stand gebleven. Natuurlijk grotendeels ook voor wat Europa betreft dankzij systemen van tijdelijke werkloosheid. Maar je ziet eigenlijk dat de werkgelegenheid ook in de komende jaren een vrij robuust teken geven van verdere toename. En dat de werkloosheidsgraad in de eurozone eerder een tendens kent om geleidelijk verder af te nemen. Komen we dan tenslotte tot het verhaal van de inflatie, waar we zeker in de toelichting van Geert nog even op gaan terugkomen. Maar dat is duidelijk dat we met cijfers zitten die een beetje de hump shaped, dus de bult die zich manifesteert in 2021 en 2022, duidelijk illustreert. U ziet aan de donkerblauwe balkjes dat de inflatie tot zelfs 3,2% stijgt in de eurozone in het jaar 2022, om dan vanaf 2023-2024 terug te zakken naar cijfers. U ziet ze daar, 1,8. Ik denk dat je niet al te letterlijk moet nemen. Laat ons zeggen, de veronderstelling is dat de inflatie vanaf 2023-2024 teruggaat naar iets flink in de buurt van de 2% die de target is, die de doelstelling is van de ECB. Onderliggend in dit soort van voorspelling met betrekking tot de inflatie is de veronderstelling dat we ons niet moeten verwachten aan een extreme loonprijsspiraal. Dus met andere woorden, geen flamberende logica waarbij dat de prijzen aan de ene kant nieuwe loonsverwachtingen creëren die dan vervolgens opnieuw nieuwe prijsstijgingen veroorzaken. Het wordt hoe dan ook sterk gemonitord wat er gebeurt op het niveau van de zogenaamde second round effects. Maar op dit ogenblik is eigenlijk de consensus dat die loonprijsspiraal, ook al zullen we nu met loonstijgingen zitten die hoger zijn dan het historisch gemiddelde, maar dat zo'n loonprijsspiraal niet te verwachten valt. Voilà, je crois que avec ceci, je vous ai montré un peu l'essentiel de l'environnement international et je cède volontiers la parole à Geert Langenus pour entrer dans le vif du sujet, encore beaucoup plus intéressant, notamment les projections pour l'économie belge. Geert, het is aan u. Dankjewel, Steven. Men heeft mij gevraagd om te beginnen met een kleine dienstmededeling om nog eens te herinneren aan het feit dat jullie vragen kunnen stellen via de chatfunctie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via la fonction chat. Eigenlijk
is veel van wat de vicegouverneur heeft gezegd vrij rechtstreeks toepasbaar op de Belgische economie of kan min of meer vertaald worden naar de situatie in België. Dus ik kan vrij snel, denk ik, over de belangrijkste boodschappen gaan. On commence comme d'habitude avec le court terme. Donc là, vous voyez sur le graphique à gauche que finalement la croissance dans le trimestre précédent, donc Q3, a été même encore revue à la hausse un tout petit peu par l'Institut des comptes nationaux, donc de 1,8 qui était leur première estimation à 2%, ce qui nous a ramené en fait au niveau ou même au-dessus du niveau d'avant-crise. Mais vous avez sans doute vu aussi notre publication de jeudi passé, le Business Cycle Monitor, où on a déjà annoncé que pour l'instant, on s'attend à un ralentissement quand même considérable de la croissance ce trimestre-ci à 0,2. Ceci est évidemment le résultat des vents contraires que le vice-gouverneur a déjà mentionné. Donc, de l'un côté, on a des problèmes d'approvisionnement, donc la production dans l'industrie manufacturière et le secteur de la construction se heurtent de plus en plus à ces bottlenecks, hein, ces goulets d'étranglement. Deux, il y a la hausse spectaculaire, j'y reviendrai quand je parle de l'inflation, des prix énergétiques et surtout du gaz. Donc ici, il est important de signaler que ça pèse ou selon nous, ça va peser tant sur la confiance des gens que sur leur pouvoir d'achat. Pourquoi le pouvoir d'achat aussi? Parce qu'en théorie, ça fait partie de l'indice santé. Donc, en théorie, en fait, on est couvert via l'indexation. Mais cette indexation vient avec un certain délai et ce n'est pas toujours à 100% suffisant pour tous les ménages. Donc, on a des raisons à croire que pour les ménages à plutôt bas revenus, peut-être l'indexation ne couvre pas tous les coûts supplémentaires. Et donc, last but not least, on a cette nouvelle détérioration de la situation sanitaire et la variante Omicron, même si les contraintes qui ont été décidées restent plutôt soft, qui ne sont en rien comparables avec ce qu'on a vécu au printemps de 2020 et même après l'été de 2020, on voit quand même qu'effectivement la mobilité des gens semble diminuer, donc ce qui laisse à prévoir un ralentissement de la consommation privée. Nu, we denken dat die tegenwinden, of we veronderstellen is beter, dat die tegenwinden in grote mate zouden afnemen of verdwijnen in de loop van 2022. En op de volgende slide kijken we een beetje verder vooruit. Dus waarom denken we dat ze zullen afnemen? Wel, ik denk dat Steven al heeft aangegeven. Er zijn de futures op de energiemarkten die een daling in het vooruitzicht stellen. Er is de idee bevestigd door zowel Belgische enquêtes als Europese enquêtes dat die aanvoerproblemen eerder zullen verdwijnen of minstens verminderen in de loop van 2022. En we gaan er ook vanuit dat de gezondheidssituatie, dus die Omicron-variant, niet explodeert, dat niet een zodanige druk op het zorgsysteem zet, dat er echt heel zware maatregelen opnieuw zullen nodig zijn. En dat zelfs de boostercampagne die nu op snelheid komt, er zal voor zorgen dat die situatie verbetert na de winter. Dus dat alles betekent dat we denken dat de groei opnieuw gaat toenemen ergens na, of van in het begin van de lente van 2022, dus technisch het tweede kwartaal van 2022, ook het eerste kwartaal ook in het eerste kwartaal van het volgende jaar zou de groei nog heel beperkt zijn, bijna 0,2, maar vanaf dan zien we weer een lichte toename, vooraleer dat de groei zich uiteraard op het einde van de projectiehorizon gaat normaliseren richting potentiële groei. Nu, voor de mensen met goede ogen, ik zie dat we het fijne lijntje niet heel duidelijk op de grafiek hebben gezet. Dat kleine stippellijntje dat u daar van boven ziet, is het scenario zonder
COVID, dus mocht COVID er niet geweest zijn, de counterfactual, dat is onze raming eigenlijk van december 2019. Nu, hoe verder in de tijd dat je gaat, hoe minder belangrijk misschien die referentie wordt. Maar toch, je ziet daar dat we wel terug op het pre-crisis niveau zijn sinds het voorbije kwartaal. Maar dat we niet onmiddellijk of niet in de beschouwde periode teruggaan naar dat pre-crisispad. Dus er is nog een zekere vorm van persistente schade aan de economische groei die je vooral, denk ik, ziet in de werkloosheidsstatistieken, waar het toch een lichte verhoging is, zoals ik straks zal tonen. Maar die schade is veel minder uitgebreid dan we in het begin hebben aangenomen. Wat betekent dat allemaal in termen van jaargroeicijfers, de cijfers waar we gewoonlijk mee werken? Dus we hadden in juni een raming van 5,5% voor 2021. Veel waarnemers vonden dat buitengewoon optimistisch. Nu, deze raming is verhoogd tot 6,1% voor dit jaar. Toegegeven, dat is ook wel een beetje het resultaat van herzieningen in de statistieken dit jaar, maar ook vorig jaar. Maar toch, de zaken gaan eigenlijk nog wel wat beter dan we in juni hadden durven vooropstellen. De andere kant van de medaille is dan natuurlijk dat de conjuncturele vertraging, de vrij scherpe conjuncturele vertraging die we verwachten op korte termijn, zich ook aftekent in de jaargroeicijfers. Dus daar vallen we terug op ongeveer 2,5% in de twee volgende jaren. En in 2024 zitten we ongeveer, even iets hoger nog, op de potentiële groei. Alors, je passe aux slides suivants et donc aux composantes de la demande. Et en fait, comme c'était le cas dans nos projections antérieures, la consommation des ménages, gezinsconsumptie, restera le moteur principal de la croissance. Quand je dis le moteur principal, en fait, c'est aussi le moteur principal du ralentissement qu'on voit maintenant, donc en Q4 et Q1 de l'année prochaine, parce que c'est effectivement surtout la consommation privée qui sera touchée, par exemple, par la variante Omicron, par le fait qu'il y a cette hausse des prix énergétiques et par les problèmes d'approvisionnement. Donc, als men nu bijvoorbeeld auto's of koersfietsen en dergelijke bestelt, dan duurt het gewoonlijk een tijdje tegen dat die geleverd worden. Dus dat weegt eigenlijk ook rechtstreeks op de gezinsconsumptie. Maintenant, à moyen terme, en fait, les fondamentaux pour la consommation privée restent solides, et il y en a deux. Donc d'abord, le pouvoir d'achat, vous le voyez dans le graphique à droite là, le graphique est un peu volatile, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais je pense que si on regarde un peu les quatre années combinées, donc 2021 jusqu'à 2024, on voit une hausse du pouvoir d'achat corrigée par la hausse démographique ou par l'augmentation de la population d'environ 6%. Donc c'est quand même relativement solide comme augmentation du revenu disponible des ménages. Pourquoi est-ce que c'est tellement volatile? Ça augmente pratiquement pas en 2021. Et on frôle le 3% presque en 2023. Ben, de nouveau, ça c'est lié en fait au fonctionnement des mécanismes d'indexation qui viennent toujours avec un certain retard, simplement parce que certains mécanismes dépendent du dépassement de l'indice pivot et donc ça, il faut attendre un tout petit peu avant que les salaires, mais aussi les allocations sont indexées. Donc en fait, l'indexation est un peu trop peu en 2021 parce que les prix augmentent plus que ça. Mais on voit l'effet contraire en 2023 où il y a encore une grande indexation basée sur l'inflation en 2022 partiellement. Mais vous verrez plus tard qu'en fait déjà en 2023, nos projections d'inflation commencent à diminuer très fortement. Donc il faut vraiment regarder cette période un peu ensemble et voir qu'effectivement l'évolution du pouvoir d'achat reste quand même porteuse d'une consommation privée qui continuerait à augmenter un peu au-dessus du rythme moyen.
De tweede fundamental waar we over spreken, ik denk dat de vice-gouverneur het eigenlijk al grotendeels heeft gezegd, want het gaat echt om min of meer hetzelfde fenomeen in België als je ziet in een aantal andere Europese landen. Dus het verhaal is dat men in 2020, het crisisjaar, heel veel heeft gespaard, gedeeltelijk forced saving, omdat de mogelijkheden om geld uit te geven beperkter waren. Men kon gedurende de hele periode van het jaar niet op restaurant gaan, niet op café gaan. Het was moeilijker om op reis te gaan. Men kon niet naar grote events gaan, omdat die grotendeels waren afgelast enzovoort enzoverder. Dus men heeft daar etelijke miljarden, het fameuze cijfer voor België van 23 tot 25 miljard, afhankelijk van hoe je dat precies meet, extra gespaard. En men doet een beetje alsof dat een soort manna is dat nu boven de economie zweeft en dat geleidelijk aan terug zal komen naar de particuliere consumptie. Dus de gezinnen zullen dat geleidelijk aan gaan uitgeven. Dat is een beetje de optimistische hypothese. Het is een hypothese die wij niet onderschrijven. Wat er daarentegen wel gebeurt, is dat de spaarquote zich normaliseert. Dus we gaan van 20% naar ongeveer 13% op het einde van 2024. Dat is vergelijkbaar met, zelfs nog een lichtjes hoger dan wat we voor de crisis hebben gekend. Maar het punt is, we gaan daar niet onder. Wat zou betekenen dat we inderdaad dat opgespaarde geld in 2020 zouden beginnen uitgeven. En inderdaad, daar is heel wat recente literatuur over, onder andere van bij ons. Dus collega's Reisstein en Geoffrey hebben daar in het Economisch Tijdschrift van december een artikel, heel interessant artikel aangeweid, en de conclusies daarvan zijn ongeveer dezelfde als degene die bijvoorbeeld door de Nederlandse Bank of andere instellingen worden gevonden. Om velerlei redenen, ik ga niet al te diep op in, aficionados moeten maar het artikel lezen, maar om velerlei redenen is het weinig waarschijnlijk dat die fameuze 23 of 25 miljard plots de particuliere consumptie een soort turbo gaat geven in de komende jaren. De belangrijkste reden, denk ik, heeft te maken met verdelingsaspecten. De mensen die kunnen sparen hebben, zijn mensen die eerder, of gezinnen die gemiddeld wat rijker zijn en die niet noodzakelijk elke extra euro onmiddellijk weer gaan uitgeven. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. Er zijn nog een aantal andere argumenten, maar die leest u wel in het artikel. Alors, je passe aux slides suivants et donc l'évolution des investissements privés, donc les investissements des entreprises, mais aussi les investissements des ménages en logement, dus de investeringen van gezinnen in woningen en de investeringen van de ondernemingen. Donc, je pense là, notre vision n'a pas trop changé, donc on voit une normalisation dans les trimestres et les années à venir, ce qui est un peu disons justifié aussi sur base du profil des taux d'intérêt qu'on a aussi dans cette projection-ci. Donc une augmentation disons entre 1,5 et 1,75 vers 2,25, quelque chose comme ça. Donc en point de pourcentage, évidemment, c'est pas énorme et ça reste d'un niveau extrêmement bas, je dirais. Mais en pourcentage, c'est quand même une augmentation qui peut compter. Est-ce que ça va freiner la vitesse ou la croissance des investissements? Non, pas trop. Donc on pense qu'effectivement les investissements continueront. Le seul bémol, peut-être, et vous le voyez dans la graphique à gauche, c'est qu'on a été un peu surpris par les chiffres dans les comptes trimestriels pour les investissements des entreprises en Q3, donc le trimestre précédent en 2021. Donc non seulement il y a eu un ralentissement, mais il y a même eu une diminution de ces investissements. Selon nous, ce n'est pas la préfiguration d'une nouvelle tendance ou un changement de trend qui va se passer, mais c'est plutôt la volatilité. Je pense que l'explication la plus plausible, c'est que aussi, en fait, et peut-être même plus pour les biens d'investissement, il y a ces goulets d'étranglement. Donc aussi, les entreprises qui veulent investir doivent effectivement attendre un petit peu plus longtemps avant que les biens d'investissement arrivent. Vous le voyez, par exemple, dans le secteur de la construction.
construction, les waiting times pour des projets d'investissement là sont devenus très longs. Donc voilà, on n'a pas trop changé effectivement nos projections. On a toujours une normalisation, donc une croissance qui diminue très graduellement vers la fin de la période de la projection, parce que tout compte fait, tous les fondamentaux aussi pour les investissements restent favorables malgré la hausse que vous voyez des taux d'intérêt. De volgende slide gaat over de uitvoer. In sommige webinars toon ik jullie de netto uitvoer. Dat is de uitvoer min de invoer. Maar eigenlijk valt er over de invoer deze keer heel weinig te zeggen, omdat we daar quasi niets hebben veranderd. Dus de invoer blijft heel dynamisch, omdat dat natuurlijk ten dele getrokken wordt door het herstel van de binnenlandse vraag. Een deel van de consumptie wordt geïmporteerd, zoals u weet. Dus dat is allemaal vrij endogeen. We hebben daar heel weinig veranderd aan onze vooruitzichten. Waar we wel een kleine herziening hebben, is in de uitvoerprojecties. En ik verklaar u onmiddellijk waarom. Uiteraard worden de uitvoerprojecties getrokken door onze hypothesen qua uitvoer, maar die we gezamenlijk vastleggen met de andere deelnemende instellingen van het eurosysteem, zoals u weet. Maar daarnaast is er natuurlijk ook de evolutie van de marktaandelen van de Belgische ondernemingen. Dus in welke mate wordt het deel van de taart voor de Belgische uitvoerders groter of kleiner? Gewoonlijk wordt het een klein beetje kleiner, wat te maken heeft met structurele tendensen, toenemende belang van de opkomende landen en dat soort zaken. Wat we nu hebben gedaan, en ik verklaar u onmiddellijk waarom, is dat we het verlies aan marktaandelen lichtjes hoger hebben ingeschat in 2023. Dan laten we zeggen wat normaal is, een verlies van rond 1% of eigenlijk tussen de 1 à 1,2%. Dus voor 2023 zitten we daar iets hoger met 1,6%. Heeft alles te maken met wat de vicegouverneur eigenlijk ook al heeft vermeld, namelijk het verlies aan kosten, concurrentiekracht, wat dan weer teruggaat op de stijgende energieprijzen. Ik kom er onmiddellijk op terug. In de volgende slide, là on vient effectivement avec des nouvelles plus positives, donc sur le marché d'emploi, on a été de nouveau agréablement surpris par les dernières statistiques sur la création d'emplois qui ont été plus élevées ou qui a été plus élevée qu'on s'imaginait. Donc de nouveau, on pense que ça va ralentir. Évidemment, c'est en ligne avec le ralentissement qu'on voit au niveau du PIB, donc la valeur ajoutée ou la production. Mais il y a aussi des contraintes sur les problèmes d'embauchement que plusieurs entreprises connaissent, même une grande majorité, selon nos enquêtes, des entreprises connaissent aujourd'hui. Et vous voyez aussi un petit ralentissement quand même plus clair et plus net quelque part au début de 2022. Bon, de nouveau, c'est lié au ralentissement du PIB, mais il y a aussi un effet un peu secondaire. C'est l'arrêt de l'accès facile ou flexible au système, par exemple, de chômage temporaire, notre short-term working scheme en Belgique. En fait, quand on a finalisé les projections, on a dû prendre en compte la date de 31 décembre comme l'arrêt à ce système, mais vous savez que je pense le 10 décembre ça a été prolongé par le gouvernement pour 3 mois, donc le timing peut évoluer un tout petit peu, mais on pense que quelque part au milieu alors de 2022 il y aura un petit coup mou pour le marché de travail, mais que sinon la création d'emplois continuera jusqu'à la fin de la période de projection, certes à un rythme plus limité qu'on a vu ces derniers temps. Ceci explique aussi pourquoi on pense que le taux de chômage diminuera. Donc on a atteint, si je peux l'appeler comme ça, un pic de 6,3 en 2021, un pic qui est
tout compte fait, est très, très, très modeste si on le compare avec ce qui s'est passé au niveau du PIB, donc la baisse du PIB qu'on a vue en 2020, surtout n'entraîner seulement une hausse du taux d'emploi à 6,3 et ça diminuerait jusqu'à 5,7 en 2024. 5,7 légèrement au-dessus du niveau d'avant-crise de 5,4. Je pense qu'il y a des raisons techniques au niveau des statistiques du taux de chômage harmonisé qui partiellement explique cela, mais on voit quand même qu'il y a une petite couche de chômage que j'appellerais peut-être structurel ou de longue durée, en tout cas qui vient s'ajouter à cause de cette crise énorme qu'on a vue. Mais de nouveau, les dégâts au niveau du marché du travail sont vraiment, je ne dirais pas négligeables, mais sont vraiment très limités quand on le compare au choc que l'économie belge a subi. Nu, je zou je kunnen afvragen, waarom gaat men ervan uit dat de werkgelegenheid toch blijft toenemen, terwijl je tegelijkertijd overal in de kranten, maar ook in enquêtes, leest dat het quasi onmogelijk is om in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt nog personeel, laat staan, geschikt personeel te vinden. Van waar komen die aanwervingen die de bank voorziet dan eigenlijk vandaan? Wel, een deel heeft ook te maken met de toename van de participatiegraad. En ik heb hier bewust een wat langere periode gekozen, zodat u kunt zien dat die eigenlijk op een licht hellende trend is. We komen daar van cijfers rond de 65 en we zitten nu aan iets onder de 70. En veronderstellen in onze ramingen dat die nog verder gaat stijgen, dat er zelfs een klein knikje is waardoor het iets meer gaat stijgen. Dat heeft ook te maken met bepaalde hervormingen die zijn gebeurd, onder andere het verhogen van het minimumloon, onder andere ook in het vooruitstellen van de vermindering of van de afschaffing, geleidelijk afschaffing zelfs van de bijzondere bijdrage op sociale zekerheid, waardoor werken meer wordt beloond, dat dat iets is dat alleen door werkenden wordt betaald. Dus er zijn een aantal stapjes die denk ik bijdragen aan de verhoging van de participatiegraad. En wie verhoging van de participatiegraad zegt, zegt natuurlijk in een omgeving waar er enorm veel vraag naar arbeid is, tegelijk ook een verhoging van de werkgelegenheidsgraad. Nu, tegelijkertijd denk ik, stelt u vast dat we zelfs in onze hypothesen die toch wel rekening houden met een aantal hervormingen, eind 2024 nog altijd maar uitkomen op 72%. Steven leidt de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, dus kan u daar veel meer over vertellen. Maar mijn inschatting is uiteraard dat als effectief de bedoeling is dat we tegen 2030 naar 80% moeten gaan, dat niet zal lukken zonder meer diepgravende hervormingen. Alors, je viens alors au peut-être le volet le plus difficile de ces projections-ci. L'inflation, is it temporary or will it stay? C'est une histoire un peu compliquée. Je vais prendre un peu le temps pour bien expliquer notre raisonnement. Et j'aimerais commencer par le headline inflation qui atteint des niveaux, peut-être un peu affreux si on regarde les graphiques. Mais je pense que si la question est pourquoi est-ce que l'inflation est tellement élevée? Het leven wordt duurder, staat vandaag of sinds vanmiddag op de krantencites. Pourquoi est-ce que l'inflation est tellement élevée aujourd'hui et elle était tellement basse l'année dernière, ou même elle est tellement élevée ou beaucoup plus élevée maintenant que d'habitude? Ben, la réponse est très simple. En fait, c'est pratiquement 100% lié, surtout pour la Belgique, à des prix énergétiques. Et vous le voyez sur le graphique à droite, où on vous montre l'inflation énergétique. Donc, c'est la hausse moyenne des prix énergétiques. Et donc, vous voyez que tant en 2022 qu'en 2021, c'est lié à des effets de carry-over ou des niveaux, on est presque à des niveaux de 25% d'augmentation des prix de l'énergie. De nouveau, je vous rappelle que ça a été basé
française sur des prix de gaz, par exemple, qui ont aujourd'hui augmenté beaucoup, même depuis la finalisation de nos projections. Donc, ça reste une estimation qu'on doit arrêter quelque part. Donc, ici, on a pris en compte un prix de gaz de plus ou moins 80 euros. Maintenant, on est près de 140 euros pour la même quantité de gaz. Mais donc, le grand message, c'est que les fluctuations que vous voyez là dans le headline inflation, donc selon notre concept HICP, les chiffres sont légèrement différents si on regarde le concept national, mais dans notre concept, en fait, on arrive à 7%, on arrive à 7% en novembre et ça va encore un petit peu augmenter. Je pense que le pic est en février, même si les projections mensuelles sont extrêmement incertaines, évidemment. Que les fluctuations dans ce concept-là sont largement déterminées par ce qui se passe au niveau des prix énergétiques, donc en fait au niveau du marché international de l'énergie. L'inflation baissera ou baisserait, je dois dire, simplement parce qu'on suppose qu'effectivement en 2023 et 2024, l'inflation sera négative pour les prix énergétiques. Vous vous rappelez les chiffres que Steven vous a montrés au niveau des hypothèses internationales de prix de gaz et prix de pétrole dans une moindre mesure. Donc voilà, ça c'est la première étape, ça explique un peu ce qui se passe au niveau de headline inflation. Als ik dan een stapje verder wil gaan en macro-economisch wat dieper wil graven, gewoonlijk gooien we daar de heel volatiele componenten zoals energie, maar ook zoals voedselprijzen bijvoorbeeld uit en hebben we het concept van de onderliggende inflatie die ons een beetje meer zegt wat er eigenlijk onderliggend gebeurt aan prijsgroei in de economie. En de onderliggende inflatie wordt natuurlijk vooral bepaald door de structurele prijsdruk, zowel extern als intern, die je in de economie hebt. En een van de belangrijkste kanalen daar is uiteraard wat er gebeurt op het niveau van de loonkosten. Nu, op het niveau van de loonkosten, dat u ziet de ramingen aan de linkerkant van de slide, daar hebben we redelijk spectaculaire, zelfs ongeziene cijfers. Dus we hebben, ik wil mijn hand niet in het vuur steken voor het cijfer na de comma, maar een enorm hoge stijging in 2022 van 4,5% volgens het meest relevante macro-economische concept. En als je de drie jaren samentelt, kom je aan een stijging van meer dan 9%. Dat zijn zaken of toenames die we eigenlijk zelden of nooit in onze recente geschiedenis hebben gezien. U ziet ook, als je naar de onderverdeling kijkt, de blokjes op de grafiek, dat eigenlijk grotendeels wordt verklaard eenvoudigweg door de indexatie. Dus het verhaal is, de energieprijzen stijgen, het zijn vooral de gasprijzen. Gas zit in de gezondheidsindex en wordt dus mee gebruikt om bijvoorbeeld de lonen, maar ook de sociale uitkeringen, want hier gaat het over de lonen, te gaan indexeren. Dus wat u daar ziet is eigenlijk de vrij rechtstreekse vertaling en in dit geval van België de automatische vertaling van de hogere gasprijzen. U ziet dat we voor de reële lonen, wat men op manier de conventionele lonen noemt, dat we daar heel bescheiden zijn geweest. Dus we houden uiteraard rekening met de loonnorm zoals die bestaat voor 2021 en 2022. En we veronderstellen dat de toenames van 2023 en 2024, dat zijn de lichtbruine oranje blokjes, dat die in de lijn zullen liggen met wat we in het verleden hebben gezien. Met andere woorden, we veronderstellen dat het wetgevend kader, de fameuze wet van 96, de reële loongroei zal beperken, zoals dat in het verleden is gebeurd. Desondanks zien we dus enorme stijgingen van de loonkosten alleen maar omwille van de inflatie. En het is uiteraard interessant om dan eens over de grenzen te gaan kijken en te gaan kijken wat er gebeurt bij onze buurlanden. U weet dat Nederland, Frankrijk en Duitsland in de omgekeerde volgorde wellicht gelet op hun belang voor België als handelspartner, dat die worden gebruikt als een beetje de referentie voor onze kosten, concurrentiekracht via de loonontwikkelingen.
Nu, ik mag u niet de individuele projecties van mijn collega's in de Bundesbank, de Nederlandse Bank en de Banque de France tonen, maar we hebben het een klein beetje vermomd als zijnde de gemiddelde loongroei, uiteraard gewogen. Gemiddelde loongroei in die drie landen die als referentie voor België gelden. En ik denk dat daar dan de vaststelling tamelijk duidelijk is dat we op korte termijn heel wat concurrentiekracht verliezen. Het jaar 2022, dat het probleem op middellange termijn misschien wat minder duidelijk is, omdat we een deel van dat verlies eigenlijk opnieuw winnen in 2024. Maar vooral op korte termijn is er uiteraard een groot verlies aan kostenconcurrentiekracht. Je ziet dat het gemiddelde Duits-Nederlands-Franse staafje ongeveer drie keer kleiner is dan het Belgische staafje, wat dus betekent dat de loonkosten daar drie keer minder snel stijgen. Is dat dramatisch? Wel, wat u ziet is denk ik vooral het verschil in systeem. In België bestaat die automatische loonindexering, waardoor, u ziet het daar opnieuw aan de linkerkant uiteraard, waardoor een prijsstijging, in dit geval van de gas bijvoorbeeld, onmiddellijk wordt vertaald of vrij onmiddellijk met de normale vertragingen die er zijn in indexeringsmechanismen, maar ook wel automatisch wordt vertaald naar de lonen. Dat wil niet zeggen dat de nominale lonen in Duitsland bijvoorbeeld niet zullen stijgen. Alleen moet je daar loononderhandelingen afwachten en loopt daar allemaal wat meer tijd over. Dus wat u in 2024 ziet is eigenlijk het resultaat van een stijgende kostendruk in een aantal buurlanden, onder andere Duitsland, waar België dan ondertussen al qua loonkostengroei wat meer teruggevallen is. Maar in elk geval, en dat is denk ik ook wel de boodschap die we deze morgen aan de pers hebben willen geven, in elk geval moet de concurrentiekracht, moet ik altijd zeggen, nauwkeurig gemonitord worden, want op korte termijn, zoals u ziet, is er wel degelijk een vrij serieuze ontsporing. Voilà, dat is het soort tweede puzzelstukje, de loonkosten. Maintenant, pour passer des coûts salariaux à l'inflation sous-jacente, donc le core inflation, il faut tenir compte non seulement des coûts salariaux, mais aussi des marges bénéficiaires des entreprises. Et là, ce qu'on constate en Belgique, c'est qu'il y a une corrélation assez claire, négative, que vous voyez dans la graphique à droite, entre ces deux concepts. Donc, quand les coûts salariaux augmentent aussi, les coûts salariaux augmentent beaucoup, en fait, on voit une décélération, même une diminution dans les marges bénéficiaires des entreprises. Et c'est exactement ce qu'on prévoit aussi pour la période de projection. Donc, on a une pression très forte via les coûts salariaux, mais c'est partiellement absorbé, peut-être pas entièrement, mais partiellement absorbé par une diminution des marges des entreprises qui restera quand même, ou qui resteront, pardon, quand même à un niveau supérieur que la moyenne à long terme. Dus, om het nog even duidelijk te herhalen, of laten we onmiddellijk overgaan naar de volgende slide, dan kan ik het punt maken over de onderliggende inflatie. U ziet daar wat er gebeurt met de onderliggende inflatie. Dus we pieken daar wel degelijk vrij sterk toch in 2022 naar 2,4%. Dat klinkt natuurlijk veel minder afschrikwekkend dan de cijfers die u kent van de headline inflation, 5%, 7% en enzovoort, afhankelijk van het concept. Maar de onderliggende, opnieuw de onderliggende inflatie, geeft een beetje de soort fundamentele prijsdruk weer in de economie. En 2,4% is eigenlijk wel het hoogste pijl dat we denk ik deze eeuw hebben gezien. Dus ik moet in voorwaardelijke wijze spreken, het zou het hoogste pijl zijn dat we deze eeuw zien. Dus het is niet niks. Tegelijkertijd denken we dat vrij snel gaat terugvallen. Dus in 2023 en 2024 onder de 2% richting het lange termijn gemiddelde in 2024 van ongeveer 1,5%. Waarom gaan we ervan uit dat vrij snel gaat terugvallen? Dus cards on the table, we are in team temporary. Waarom denken wij dat die prijsdruk eerder, of dat die grote inflatoire golf eerder tijdelijk is?
we spreken ons niet uit over de lengte, maar in elk geval zal weg hebben na verloop van tijd. Wel, wat er gebeurt vanaf 2022 eigenlijk, is dat de buitenlandse prijsdruk, zowel via de energiemarkten als via die verstoringen in de aanvoerlijnen waar we daarnet hebben over gesproken, volgens de hypothesen zou afnemen of zelfs zou wegvallen en omgekeerd worden in het geval van de energieprijzen. Dat is één zaak. En twee, de binnenlandse kostendruk via de loonkosten wordt in delen opgevangen in de marges van de onderneming. Dus die twee kanalen worden eigenlijk smaller en smaller. En de loonprijsspiraal die er toch wel een beetje is in 2022, is eigenlijk geen lang leven beschoren. Dus we zien voor alle duidelijkheid geen heel langdurige loonprijsspiraal in ons basisscenario. Er zijn altijd tail risks. Die er kunnen voor zorgen dat het allemaal wat langer duurt. En nogmaals, ik durf zeker mijn hand niet in het vuur steken voor de heel concrete ramingen die we daar hebben. Want bijvoorbeeld op de energiemarkten is de volatiliteit bijzonder groot. Toen we de ramingen afsloten, zaten we aan een gasprijs van rond de 80. En toen vond men dat enorm afschrikwekkend enzovoort. En ongezien, wel vandaag zitten we boven de 130. Ik heb niet gekeken wat het vandaag is, maar gisteren was het 134 bijvoorbeeld. Dus enkele weken na het afsluiten van de assumpties voor de plexis is er opnieuw een hele smak bijgekomen. Maar ik wil, want dit is belangrijk, herhalen wat Steven daarnet heeft gezegd. Als je zou denken dat die loonprijsspiraal zou langer moeten aanhouden, dan is het niet voldoende dat bijvoorbeeld de gasprijzen, om over dat kanaal te spreken, op dat niveau blijven. Maar we spreken hier over inflatie, wat een toename is van het prijsspel. Dus je zou eigenlijk een situatie moeten hebben waarbij de gasprijzen, ik denk dat ze dit jaar op dit moment met ongeveer factor 7 zijn gestegen, dus plus 600% ten opzichte van een normaal niveau, waarin dat elk jaar gebeurt. Dus wat zou betekenen dat in 22 en in 23 de gasprijzen nog eens met 600 of 700% toenemen. En ik denk eerlijk gezegd dat ik toch mag zeggen dat scenario heel onwaarschijnlijk is. Tenminste, als het zich voordoet, dan zijn er misschien wel andere problemen dan gewoon onze inflatieprojecties die verkeerd zouden zijn. De meer gesofisticeerde argumenten, u leest ze ook op de rechterkant van de slide, is dat er geen, wat men dan die anchoring, ontankering of hoe heet dat in het Nederlands, van de inflatieverwachtingen is. Dus de inflatieverwachtingen zijn eigenlijk in de loop van 2020 gestegen naar het niveau waar we ze als monetaire beleidsmakers willen hebben, met name rond de 2%. Dus we zien niet dat die enorme stijging van de headline-inflatie zich ook volledig in de inflatieverwachtingen vertaalt, wat dan de looneisen in landen als Duitsland, Frankrijk enzovoort zou kunnen voeden. Het argument over de kosten heb ik al gemaakt. En ten derde, ja, gaan we natuurlijk vanuit dat het wetgevend kader in voege blijft zoals het is, dat men geen reële loonstijgingen gaat toekennen die bovenop of die heel sterk hoger zouden zijn dan wat we in het verleden hebben gezien op basis van de wet van 96. Voilà, et un slide en plus avant que je repasse la parole au vice-gouverneur. We hadden de ambitie, on avait l'ambition, en fait, de calculer un peu le coût de ce choc de gaz, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un choc énergétique, c'est plutôt un choc sur le marché du gaz. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour l'économie en sa totalité, donc pour les ménages belges, pour les entreprises belges et pour les pouvoirs publics? Donc d'abord, la facture s'élève à combien? Donc là, on l'a lancé aussi aujourd'hui dans notre communication à la presse. On a fait un calcul un peu back of the envelope, mais dont je pense que c'est quand même relativement réaliste. Donc pour bien comprendre les niveaux actuels où le caractère exceptionnel du niveau de prix de gaz qu'on a maintenant. En fait,
Chaque mois que ça perdure, on doit payer une facture de 1,8 milliard en plus au niveau des importations, parce qu'on ne produit pas le gaz nous-mêmes, on doit l'importer. Dus elke maand dat dit niveau zou aanhouden, dus opnieuw een niveau van 134, we hebben het op het niveau van gisteren gekalibreerd, betekent eigenlijk een toenemende of een bijkomende factuur voor de Belgische economie van ongeveer 1,8 miljard. Hangt er een beetje vanaf hoe je het precies berekent. We hadden dan de ambitie om dat ook wat te gaan kwantitatief uitsplitsen naar wat betalen de gezinnen, wat betalen de bedrijven, wat betaalt de overheid. Maar we hebben die ambitie moeten opbergen. Ik sluit niet uit dat we daar later nog op terugkomen in een blogpost of iets van die strekking. Maar om twee redenen. Eén, er is een enorme volatiliteit op de gas, op de gasmarkten. Dus je neemt een bepaald niveau als uitgangspunt en een paar uur later is dat niveau alweer x procent gestegen of y procent gedaald. Dus het is een beetje moeilijk om daar echt de vinger op te leggen. En twee, hoe die factuur, dus 1,8 miljard per maand op basis van het huidige niveau wordt verdeeld, en natuurlijk ook af van de macro-economische reacties die een economie ziet. Een deel gebeurt daar automatisch, dus via de indexering als het gaat, en dat is momenteel het geval, vooral om een stijging van de gasprijzen, dan worden de gezinnen relatief goed afgeschermd door die indexatie. Niet onmiddellijk en misschien niet volledig voor elk individueel gezin, maar toch denken we dat daar de hoogste kost bij de ondernemingen zal terechtkomen. Nu, die ondernemingen kunnen op hun beurt de toegenomen kosten doorrekenen in de prijzen enzovoort. Dus dat bepaalt toch wel een beetje van hoe die factuur eigenlijk wordt verdeeld over de verschillende grote sectoren. Wat wel duidelijk is, dat iedereen erbij verliest. Dus de Belgische economie heeft een groot nettoverlies door die enorme gasprijzen. En dat nettoverlies wordt eigenlijk gedragen door de drie sectoren die je op de slide ziet. Het is niet helemaal duidelijk, misschien voor de overheid, omdat men vaak het argument maakt van ja, maar de overheid heeft enorm veel extra inkomsten uit BTW en dat soort zaken. Omdat ja, bijvoorbeeld de benzineprijzen en de gasprijzen veel hoger liggen. Goed. Dat is een tijdelijk fenomeen. Uiteindelijk gaat ook de overheid bijvoorbeeld haar personeel meer moeten vergoeden omdat de lonen worden geïndexeerd. Uiteindelijk gaat ook de overheid hogere pensioenen moeten betalen, hogere werkloosheidsuitkeringen moeten betalen, omdat ook die uitkeringen worden geïndexeerd. Dus ook de overheid is een verliezer eigenlijk in dit verhaal op wat langere termijn. Maar de grootste kost, denk ik, komt bij de ondernemingen terecht. Voilà, ik denk dat ik al lang genoeg heb gesproken, Steven. Ik geef u graag het woord terug. Voilà, merci. En tout cas, pour permettre encore quelques questions-réponses, je vais essayer d'avancer assez rapidement dans ce dernier slide qui concerne le budget. Alors bon, on ne va pas rouspéter concernant l'an 2020, 2021 même encore, parce que bon, je crois que les autorités ont vraiment fait ce qu'il fallait faire. Mais force est de constater que quand on regarde le déficit 2022 et au-delà, que nous nous trouvons à un niveau de l'ordre de 4% de déficit, qui clairement ne nous permet pas d'arrêter une augmentation de la dette publique dans son ensemble. Vous le voyez à droite, même avec des chiffres de croissance encore assez élevés, vous constatez qu'après un certain repli, notamment grâce à ce phénomène de croissance, nous nous dirigerions à nouveau à l'horizon 2024 à un niveau d'endettement qui ne diminue pas et qui ne nous permet pas de prétendre que nous avons créé des buffers. Alors, est-ce que c'est dramatique? Nous n'allons pas qualifier tout cela de dramatique, mais il est clair que un moment où la politique monétaire ne serait pas si accommodante et que les taux d'intérêt connaîtraient un autre comportement qu'aujourd'hui. Mais si une nouvelle crise à ce moment-là se présente, l'absence de buffer risque à un moment donné de créer une situation où, à l'occasion de la crise,
il faut faire l'assainissement au mauvais moment. Et donc, d'avoir donc une politique budgétaire qui serait à ce moment-là pro-cyclique, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Et donc voilà, het is duidelijk, het aanleggen van wat buffers, het zijn bij wijze van spreken onze mondmaskers voor de toekomst, en zorgen dat er een voldoende voorraad van die mondmaskers is. Lees dat we voldoende budgettaire buffer hebben om een volgende crisis aan te kunnen als overheid, is natuurlijk wel echt aangewezen. Ook komt daar nog bij dat vanaf 2023 Europa niet langer de escape clause, hè, dus de grote vrijstelling zal toekennen. En dat we eigenlijk toch zeker tegen de horizon 2024 zouden moeten aansluiten met een tekort dat eerder in de buurt van de 3% zit dan de 4,2% die u nu op deze grafiek ziet. En dus met een inspanning, als ik eventjes begin in 2022, met een inspanning van pakweg 0,6% per jaar, kun je van de 4,2 3 maken. En dat lijkt ons inderdaad een wenselijke en ook een haalbare doelstelling. Bij deze grafieken moet u nog één ding bedenken. Il faut encore penser à une chose qui est probablement pas toujours prise en compte. Tout doucement, s'ajoute à cet endettement des autorités belges, parce que bon, ici est bien sûr repris l'ensemble des déficits des régions, des communautés, des provinces, des communes et bien sûr du fédéral. Mais il faut commencer à penser que le Next Generation EU money, c'est pas de l'argent qui vient du ciel sans qu'un jour ce type d'argent doit être remboursé. Et vu notre clé de répartition, en fait, cet argent qui incombe partiellement aussi à la Belgique, mais donc je crois que nous recevons à peu près 0,2-0,3% du PIB des fonds européens au niveau de Next Generation EU. Mais donc la dette est bien sûr aussi tout à fait présente et elle représente à peu près 1% de déficit. Et donc si vous voyez un chiffre pour 2024 de 4,2% en déficit, en fait vous devriez plutôt penser à quelque chose de l'ordre de 5% parce que la dette européenne dont la Belgique fait partie n'est pas quelque chose qui nous est complètement étrange. Si on passe au slide suivant, vous voyez que tout ceci a connu une évolution qui, au niveau des recettes, n'a pas beaucoup bougé. En fait, quand vous voyez avant la crise, les recettes publiques correspondaient à peu près à la moitié du PIB, eh bien, 2024, ce même chiffre se présente. Et donc, dit is eigenlijk een percentage dat ongewijzigd is gebleven doorheen enorme variaties van BNP, met andere woorden, de enorme val van onze economische activiteit heeft uiteraard ook aanleiding gegeven tot lagere ontvangsten, maar in vergelijking en proportioneel blijft dat ongeveer op 50%. Dat is helemaal anders als we kijken naar de uitgaven. Daar is er wel iets structureels gebeurd. Daar ziet u dat we eigenlijk in een aantal jaren van een uitgavenpercentage in de percenten van het PIB zijn gegaan van 50% naar haast 53%. Dus een toename van 3,1% in termen van uitgaven. En dus de uitgavenratio is dus wel echt structureel gestegen, zelfs wanneer we komaf maken met de tijdelijke maatregelen die er zijn gekozen op het ogenblik van de coronacrisis. 3% is een hele slok op de borrel, om je dat even te laten inschatten. Wanneer men nadenkt over de kostprijs van de vergroening van de economie, dan zijn er voldoende ramingen die, laten we zeggen, al dan niet aan de optimistische of de pessimistische kant zitten. Ik denk dat de bank nogal een wat voorzichtige houding daarin wil hanteren en niet veronderstelt dat een omschakeling naar een groenere economie compleet kostenvrij zal gebeuren. Er zijn studies die spreken van een impact op de uitgaven van ongeveer 3%
van het PIB. En dat over een periode van 30 jaar. Wel, als u bedenkt dat we eigenlijk naar aanleiding van deze crisis in België die 3% toename eigenlijk in pakweg een jaar of 3-4 zelf hebben gerealiseerd, dan heeft u alvast een idee van de toch wel grote impact die er tot nu toe te zien is wanneer we kijken naar de gevolgen van die COVID-crisis. Het is natuurlijk een kwestie van politieke keuzes. We zijn de eerste om dat te bevestigen. Maar nogmaals, we komen daarmee in een verhaal waarin we niet langer kunnen spreken van het beschikken over buffers. In de volgende slide zie je trouwens dat we wat dat betreft een beetje een outlier zijn binnen de Europese groep. Kijk, onze cijfers die u in het rood ziet, die zijn een beetje minder pessimistisch dan de cijfers die vanuit de EU naar voren worden geschoven. Daar, volgens de EU, zouden we helemaal de laatste van de klas zijn. We hebben daar een iets mildere kijk op met ons rode balkje. Maar zelfs wanneer je de cijfers van de Nationale Bank neemt, en misschien moet veronderstellen dat ook landen zoals Malta en anderen ook een enigszins ander cijfer naar voren zouden schuiven, dan nog stel je vast dat we aan de onderkant van de klas bengelen. Goed, die vaststelling is helder. Laat ons even proberen samen te vatten. Misschien toch ook nog eens beginnen met wat positief licht. Als je kijkt naar de macro-economische ontwikkelingen, dan moet je toch wel vaststellen dat, ondanks het feit dat wij dus nu op dit eigenste moment geconfronteerd worden met een groeivertraging en met een inflatieopstoot, dat klopt wel. Maar eigenlijk, als we kijken naar datgene wat pakweg over een periode van 2, 3, 4 jaar aan het gebeuren is, dan stel je toch wel vast dat het herstel van de COVID-crisis vrij stevig is en dat dat gebeurt in een context waarin de werkloosheid daalt, waarin het beschikbaar inkomen aan het stijgen is. En met andere woorden, ondanks het feit dat we rekening moeten houden met heel veel onzekerheden, dat een aantal van de typische impacten van een harde crisis op dit ogenblik zich niet manifesteren. Nieuw is natuurlijk wel de toename van de inflatie. Die is uiteraard, dat heeft Geert met veel talent getoond, die is sterk beïnvloed door de energieprijzen die voor een stuk bepaald worden op plekken waar wij zoals spreken men vanuit het beleid in België niet bijzonder veel kan aan veranderen. Maar dus die inflatie die nu aangetrokken wordt door de energie, die zou een probleem kunnen worden, is op dit ogenblik nog niet, dankzij het feit dat we ervan uit mogen gaan dat er geen loonprijsspiraal op ons zit te wachten, is dat niet van aard om ons te doen zeggen dat we naar iets anders evolueren dan eigenlijk het halen van de doelstelling die de ECB zich altijd heeft gesteld, namelijk een inflatie van om en nabij de 2%. Tout ceci dépend bien sûr d'une certaine discipline. Par exemple, le respect de la loi sur la compétitivité qui doit permettre de ne pas en effet enclencher ce spirale entre les prix et les salaires. Et donc il est clair qu'il y a un besoin réel de continuer à monitorer cette capacité compétitive de notre économie. Même si à court terme nous allons perdre un peu de compétitivité, il semble donc, et vous avez entendu l'analyse de Geert, il semble que au fur et à mesure que nos pays voisins vont aussi intégrer un certain nombre d'augmentations salariales, cela devrait se normaliser. Alors bon, on le dit souvent et on finit par se fatiguer de le dire, mais il faut des réformes structurelles. C'était le cas avant la crise, c'est encore le cas après la crise. Geert a clairement indiqué que, par exemple, au niveau des pénuries sur le marché du travail, un élément clé est le taux de participation, c'est vrai. Et nous avons déjà parcouru un certain chemin, mais il faut quand même reconnaître que l'économie belge ou le marché d'emploi belge, certainement dans un certain nombre de catégories spécifiques, preste un peu moins fort que d'autres économies
dans l'augmentation de ce taux de participation. Ce type de réforme au niveau du marché du travail continue à être nécessaire, ensemble avec tous les autres défis que vous connaissez, de vergroening, aanpak van de vergrijzing, de productiviteit verhogen, iets doen aan de overheidsfinanciën waardoor we terug over buffers beschikken, het voorzien van nog gerichtere investeringen, zowel langs de publieke zijde en gedeeltelijk ook buiten de publieke zijde. En alles tezamen zorgen dat we met het begrotingsinstrument beter in staat zijn om eventueel volgende crisissen op te vangen. Wat is daarvoor nodig? De bank is daar niet om lessen te geven. Wij geloven vooral dat een geloofwaardig pad in de richting van een haalbaar tekort dat dichter komt bij het niveau dat toelaat om de schuldgraad te laten afnemen, dat wenselijk is. En dat daarvoor een benadering die bijvoorbeeld, want men is daar nu veel mee bezig, die te maken heeft met een soort uitgavennorm in de gaten te houden, dat zijn allemaal welgekomen in initiatieven, maar die uiteindelijk toch altijd neerkomen op de belangrijkste vraag, is men bereid het engagement te nemen om te zorgen voor begrotingstekorten die in lijn zijn met het voorzorgsprincipe die toelaat om bij een volgende crisis opnieuw goed te kunnen reageren. Goed, met deze afsluitende beschouwingen denk ik, Geert, en ik spreek nu aan Geert CEO, dat ik u terug het woord ga geven, want ik vermoed dat wij nu naar de Q&A gaan. Ja, dank u wel, vice-gouverneur. Merci, vice-gouverneur Steven van Akkeren en Geert Langenus, economist. La banque, pour partager les prévisions de la banque, et je peux vous dire les prévisions qu'on vient de vous présenter, ils sont à la une de tous les sites de l'actualité actuellement. Vous pouvez le vérifier sur tous les sites, les journalistes sont en train d'écrire sur ce que on a partagé avec vous entre-temps. We hebben heel wat vragen binnengekregen. We gaan proberen die een beetje per onderwerp en thema te groeperen. Donc, on a reçu pas mal de questions. On va essayer de regrouper les questions par thème. Mais je commence quand même avec une question sur notre méthodologie. Et la question est la suivante. Pouvez-vous confirmer que ces prévisions supposent un environnement fiscal stable en Belgique sur la période? Et une réforme fiscale pourrait-elle changer significativement la donne sur la période? Geert, misschien. Ja, dank voor de vraag. Dat is eigenlijk eenvoudig om te antwoorden van onze kant. Dus wij mogen volgens de regels van dit soort projecties, die zijn afgesproken met het eurosysteem, enkel maatregelen, maar dus ook hervormingen in rekening brengen die voldoende duidelijk gepreciseerd zijn. Dus als u het hebt over de fiscale hervorming waarover de minister van Financiën en de regering zich momenteel aan het buigen zijn, dan is het antwoord uiteraard nee, omdat dat nog niet afgeklopt is en de richtingen zijn daar nog niet aangegeven. Het geeft me ook de gelegenheid om te zeggen dat bijvoorbeeld een aantal zaken die wel figureren in de begroting, zoals strijd tegen fiscale fraude, ook de vliegtuigtax enzovoort, op het moment van het afsluiten van de projecties nog niet helemaal gepreciseerd waren. Ik denk dat men nu wel qua vliegtuigtax wat vooruitgang heeft geboekt in termen van definities enzovoort. Maar dat zijn zaken die we eigenlijk niet opnemen of overeenkomstig om onze regelgeving. Dus zeker niet grote fiscale hervormingen waarover men nu spreekt. Est-ce que ça peut changer la donne? Oui, bien sûr. Ça dépend évidemment de la nature de la réforme. Ça dépend quel impact sur la croissance ça aura. Mais cela, on étudiera quand on connaîtra évidemment la réforme. Ja, dank u wel. Er zijn twee Nederlandstalige vragen gesteld, toch wel mensen die bezig zijn met de inflatie. De eerste vraag is, gaat die inflatie niet al te zwaar wegen op de private consumptie? Vrezen we daar als bank niet een negatief effect, hè? Dat dure prijsstijgingen de koopkracht gaan aantasten? En een tweede vraag, een beetje in dat verband, de spaarquote van de gezinnen die gaat een beetje dalen, volgens wat we hebben voorgesteld, stelt iemand vast. En toch zien we geen grote inhaalbeweging in de consumptie zoals we die in 2021 zagen. En iemand vraagt, hoe kan dat? Ja, zal ik misschien deze vraag ook beantwoorden? Dank voor
twee vragen. Misschien beginnen met de eerste vraag over inflatie. Dat is inderdaad een bezorgdheid die we hebben en waarvan we duidelijk signaleren dat dat naar ons gevoel een van de factoren is die gaat wegen op de groei. Het gaat niet alleen om echt de heel, laten we zeggen, onmiddellijke impact van bijvoorbeeld hogere energieafrekeningen op het budget van de gezinnen, maar ook het feit dat daar heel veel wordt over gesproken in de media bijvoorbeeld. En men zegt van nu, pas op, want uw energiefactuur gaat met x procent stijgen, verdubbelen, verdrievoudigen enzovoort. Is naar ons gevoel wel voldoende en je ziet dat ook een beetje in het consumentenvertrouwen dat toch wel wat aan het afkalven is, ook al blijft het nog altijd redelijk hoog. Dat is voldoende om bij te dragen aan die vertraging die men toch ziet op het niveau van de particuliere consumptie. Omdat er veel factoren samenkomen, dus ook de gezondheidssituatie, ook die toeleveringsproblemen, is het wat moeilijk om die te identificeren, wat precies hoeveel van die vertraging verklaart, maar dat dat een factor is die meespeelt, daar denken we inderdaad wel, of dat denken we inderdaad wel, dat het geval is. Nu op iets langere termijn begint uiteraard de indexeringsmechanismen te werken en beginnen ook de lonen van de mensen en de uitkeringen van de mensen te stijgen. Dus we zien dat vooral als een soort korte termijn effecten, die pauze in de groei wat verklaart. De spaarquote, die daalt, dus die blijft verder dalen. Ik spreek eigenlijk liever nog over normaliseren, omdat we teruggaan naar het pre-crisisniveau. En je ziet toch ook dat de consumptie daardoor opnieuw wat gaat stijgen. De verwarring bestaat misschien omdat we tegelijkertijd jaarcijfers tonen voor de spaarquote en dan kwartaalcijfers voor de consumptiegroei. Als je kijkt naar de jaarcijfers van de consumptiegroei en de jaarcijfers van de spaarquote, dan denk ik klopt het verhaal of lijkt het verhaal misschien wat beter te kloppen. Dus de daling van de spaarquote normalisatie van de spaarquote is inderdaad een van de belangrijke motoren die de consumptie nog doet toenemen. Maar men moet een beetje kijken naar zowel jaarcijfers als kwartaalcijfers. En de kwartaalcijfers hebben u vooral getoond om heel duidelijk die vertraging te tonen in het begin van onze projectieperiode. De vertraging die volledig voorkomt uit het verdwijnen van dat heropeningseffect van de economie. En misschien ook nog even toevoegen dat het dalen van dat consumentenvertrouwen, dat men daarbij niet mag vergeten dat we eigenlijk nog altijd, als we kijken naar de cijfers van pakweg het einde van dit jaar, zitten op niveaus die behoorlijk boven het langjarig gemiddelde zijn. En eigenlijk op dit ogenblik, ondanks het feit dat, laten we zeggen, de euforie van pakweg na de zomer, die eigenlijk wel bijzonder hoge vertrouwensindicatoren gaf voor de gezinnen, nu eigenlijk gewoon aan het normaliseren is naar een niveau die ongeveer vergelijkbaar is met, laten we zeggen, de jaren voor de crisis. Het is dus niet zo dat het vertrouwen van de consumenten helemaal weg is. En zo super verwonderlijk is dat nu ook weer niet, want de cijfers van het beschikbaar inkomen, als je die bekijkt, zelfs in het fameuze crisisjaar 2020, die zijn eigenlijk voortdurend blijven stijgen. Onder andere natuurlijk dankzij een aantal genereuze systemen, maar dus het beschikbaar inkomen van de mensen in reële termen is niet afgenomen. Ik wil daarbij niet wegsteken dat uiteraard altijd gaat over cijfers voor de gemiddelde Belg en dat we ook attent moeten zijn voor het feit dat er verschillen kunnen zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Maar laten we zeggen, wanneer we naar het statistische gemiddelde kijken, stellen we eigenlijk vast dat het beschikbaar inkomen niet de klappen heeft gekregen die men dikwijls associeert met een crisis van deze omvang. Quelqu'un de nos plus de 500 spectateurs pose la question, est-ce que la forte croissance des salaires, est ça positif pour les ménages, mais ça pèse évidemment pour la compétitivité des entreprises. Et cette personne pose la question, mais est-ce que la balance au niveau macroéconomique est en faveur de la croissance ou en sa défaveur? Oui, ça c'est un peu difficile.
évidemment à juger, donc vous l'exprimez très bien, donc c'est un bonus pour les ménages, donc ça protège les ménages concrètement contre les hausses que vous voyez sur les, ou que vous avez vu plutôt sur les marchés internationaux d'énergie et de gaz. Mais finalement, la facture doit être payée par les entreprises et les entreprises sont aussi des employeurs, évidemment, et peut-être peut-être l'emploi diminuerait un petit peu ou serait un peu moins dynamique, je dois dire, que comparé à une situation où les coûts n'augmentent pas. Donc ça, c'est toujours, très difficile à juger. Est-ce que c'est favorable pour l'aspect macroéconomique? En fait, la question que vous posez, est-ce que le fait qu'on a un système d'indexation est favorable pour l'économie? Et là, je pense que notre réponse, c'est que, OK, on a un système d'inflation qui en fait traduit pratiquement automatiquement les hausses au niveau des marchés énergétiques via les salaires. Mais la même chose se passe avec un petit peu plus de temps dans les autres pays via les négociations salariales. Donc, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre oui ou non en fait. Ja. We hebben het woord bedrijven daarnet uitgesproken. Er zijn nogal wat vragen gekomen over bedrijven. En eentje daarvan is, verwachten jullie nog veel faillissementen? Daar hebben we niet echt deze keer veel over gezegd. Of zijn faillissementen vermeden, maar iemand merkt dan cynisch op, ten koste van hogere schulden voor de overheid en meer zombiebedrijven? Ja, dat klopt ten dele. Dus we hebben niet de grote golf, of nog niet in elk geval, de grote golf van faillissementen gezien die we op een gegeven moment verwachten. En dat is uiteraard ook toe te schrijven aan de enorme steun die telkens is verlengd doorheen de crisisperiode van de overheid. Heeft dat het aantal zombiebedrijven doen toenemen? Mogelijk wel. Ik denk dat het nog wat te vroeg is om daar veel grote uitspraken over te doen. We moeten een beetje kijken naar de gezondheid in het algemeen van de ondernemingen, maar in elk geval verwachten we momenteel niet meer die grote golf van faillissementen die we op een gegeven moment wel vreesden. Dus ik denk dat de steun, en ik wens te herhalen wat Steven denk ik in het begin heeft gezegd, dat de steun van de overheid op dat vlak bijzonder effectief is geweest. Is dat met een kost voor de overheid gekomen? Natuurlijk wel, dat zie je in onze schuldprojecties. Maar zonder die ingrepen was het macro-economisch uiteraard veel erger geweest en zaten we in een jaren 30 scenario. Ja. Bedrijven en competitiviteit, daar hebben we het over gehad, onder meer met de stijgende loonkosten voor onze bedrijven en dat ten opzichte van de buurlanden. Er zijn al wat vragen rondgekomen. Een van de vragen luidt, ja, heeft de bank wel rekening gehouden met de geplande verhoging van het minimumloon, bijvoorbeeld in Duitsland en Nederland? En in welke mate is er ook rekening gehouden bijvoorbeeld met de even sectorale akkoorden die in Duitsland traditioneel worden afgesloten? En ook iemand vraagt in dezelfde zin, onderschat u die loongroei in Nederland, Frankrijk en Duitsland niet heel erg voor 2022? Zal ik misschien eerst gaan steven en dan toevoegen? Ja, het antwoord op de eerste vraag. Hebben we rekening gehouden met de verhoging van de minimumlonen in Nederland en Duitsland? Wel, in Nederland uiteraard niet, omdat dat nog maar heel recent is beslist. En ja, dat mag ik wel zeggen, denk ik. De Bundesbank heeft ook nog geen rekening kunnen houden met de verhoging van de minimumlonen in Duitsland, omdat dat op het moment van het afsluiten van de praxis opnieuw nog niet voldoende gepreciseerd was. Dus ook zij moeten dezelfde regels volgen als wij. Dus dat is inderdaad een opwaarts risico voor de loondruk in die twee landen voor de komende jaren. Zie ik dat risico vooral in 2022? Eerder niet, zou ik zeggen. Ik zie dat meer in termen van hogere loonclaims op wat middellange termijn. Maar daar hebben de projecties in die andere landen wel degelijk mee rekening gehouden. Dus wat mevrouw Lagarde bijvoorbeeld gisteren heeft gezegd, is dat we momenteel, en ik denk dat dat correct is, momenteel nog heel weinig impact zien. Er zijn natuurlijk in landen waar het automatisch is, zoals België, van de hogere prijzen op de loononderhandelingen. Ja, laten we eventjes gaan. Nog even een woord over die Duitse minimumlonen. Ik begrijp dat men inschat dat de impact op de lonen in Duitsland
dat dat orde van grootte 0,7% zou kunnen zijn, maar dat men inderdaad niet weet in welk jaar. Hè, dat het heel eenvoudig is als men kijkt naar wat er overeengekomen is in de nieuwe federale regering daar, is het nog niet helder wanneer precies een en ander uitgerold wordt. Maar ik maak gebruik van die opmerking om aan te geven dat dit illustreert wat Geert heeft toegelicht. Dus datgene wat wij op een wat automatischer manier hebben, is bound to, zoals de Engelsen zouden zeggen, te gebeuren ook in onze buurlanden, of toch tenminste een bepaalde druk die aannemelijk is, moet normaal gesproken zorgen voor een inhaaloperatie van diezelfde lonen in de buurlanden, weliswaar met wat vertraging en zonder de perfecte garantie dat er daar geen restant is, waarbij dat men toch nog geconfronteerd wordt met een kleine extra handicap. En dat is dus de reden waarom we die monitoring en dat respect voor de wet op de competitiviteit zo belangrijk achten en ook naar voorschuiven als een van de voorwaarden om te komen tot de resultaten die we hier tonen. Twee vragen in verband met overheidsbudget staatsschuld, een Nederlandstalige en een Franstalige. De Nederlandstalige, hoe vertalen zich de terugbetaling van de staatsschuld en het betalen van het milieuplan zich in deze projecties? En een Franstalige vraag, un effort budgétaire semble nécessaire dans les prochaines années, étant donné les dépenses importantes qui semblent se dessiner, par exemple vieillissement, santé, environnement, cela veut-il dire que le poids sera reporté sur le niveau d'imposition des ménages et entreprises? Bon, surtout cette deuxième question est extrêmement politique parce qu'elle elle nous invite à faire les choix que les hommes et les femmes politiques de ce pays doivent faire entre recettes, dépenses, qui est l'éternelle question d'équilibre. Nous n'avons pas vraiment la position à déterminer ce choix. La seule chose que nous pouvons faire, c'est que non seulement les niveaux des dépenses, les niveaux des recettes sont importants, mais aussi la qualité de ces dépenses et de ces recettes, dans la mesure où le besoin d'avoir un certain nombre de réformes au niveau du marché d'emploi, au niveau de notre productivité, au niveau aussi de la préparation de notre économie à un certain nombre de défis de l'avenir, se manifeste aussi sous l'angle de la qualité de ce que nous dépensons et la qualité, en tout cas la nature des recettes qui sont imposées. Et donc plutôt que d'insister sur un choix mécanique qui dirait qu'il faut préférer ceci au-delà de cela, ce que nous insistons, c'est que aussi bien dans la politique au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, il faut aussi avoir un œil sur l'impact de tout cela sur la capacité de l'économie belge à devenir plus productif, plus compétitif, plus capable de récolter les fruits de la croissance. Et notamment, comme je l'ai dit au début de l'exposé, vu la nature très ouverte de l'économie belge, cette capacité de rester compétitif continue à être important, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour des finances publiques durables. Dan ja, de eerste vraag die in het Nederlands gesteld is. Herinner me nog eens wat? De eerste vraag, ik ga eventjes teruggaan, een klein ogenblik, want ik moet ze zelf, ik heb ondertussen weggescrolld van de vraag. Als een van de collega's misschien. Ah ja, de vraag combinatie. De vraag was denk ik of de terugbetaling van de schuld en de energietransitie. Ja, correct. Kort een beetje af in de ramingen. Zit. Ja, Geert, jij weet wat er in opgenomen is, maar je hebt het al drie keer herhaald. Dus eigenlijk wat we traditioneel doen bij dit soort van oefeningen, is rekening houden met datgene wat vastgelegd is. Hè. Dus wat eigenlijk helder en duidelijk bepaald is op het niveau van ontvangsten en uitgaven. En waarbij dat ook intenties die geformuleerd zijn, niet noodzakelijk allemaal opgenomen worden in de ramingen.
De vraag naar de terugbetaling van de schuld doet me toch nog eens opnieuw zeggen. De vraag van de Nationale Bank is niet bijzonder om te zeggen van denk eens na over hoe je dat allemaal gaat terugbetalen. Want iedereen moet ervan uitgaan dat een overheidsschuld daar is niet om helemaal terugbetaald te worden. De vraag is alleen, is de dimensie van die overheidsschuld in vergelijking met datgene wat we op een jaar met z'n allen produceren, is die voldoende evenwichtig om toe te laten dat ze niet ontspoort. Hè? Dus dat ze niet op zeker ogenblik als een te zwaar gewicht op de economie begint te wegen. Vandaag, we hebben dat daarnet gezegd, zitten we met een overheidsschuld die in termen van BIP in de buurt van de 120% komt. Dat is niet super comfortabel, zeker als je dat vergelijkt met een aantal andere landen. Maar dat is vooral niet comfortabel, omdat men er rekening moet mee houden dat het huidige gunstige, althans voor de overheidsfinanciën, renteklimaat niet noodzakelijk eeuwig blijft duren. En dat ten tweede men, hoe dan ook, moreel gesproken verplicht is om klaar te zijn voor een eventuele volgende crisis, om op dat ogenblik opnieuw gepast te kunnen reageren. En dat men alles eraan moet doen om te vermijden dat op het ogenblik dat er een nieuwe crisis zich aandient, dat men tegelijkertijd zou geconfronteerd worden met de noodzaak om naar een vorm van sanering te gaan. Wat eigenlijk in het verleden wel eens vaker gebeurd is in België. Dus reden te meer voor de Nationale Bank om op te roepen om nu te werken aan die buffers en dat te doen op een geconsolideerde, rustige, stevige manier zonder schokken. En dus nadenken over een goed meerjarenplan is in dat verband misschien wel een goed idee. En tegen het einde van 2024 aansluiten bij een tekort dat terug in de buurt van de 3% komt, is eigenlijk wel iets wat we als zeer wenselijk beschouwen. Misschien nog even aanpikken, als ik mag, bij de klimaattransitie. Dus uiteraard los van het feit dat allemaal politieke keuzes zijn waar wij inderdaad niet kunnen op vooruitlopen, is er natuurlijk ook een kwestie van timing. Het is natuurlijk niet opgenomen ook, omdat dat iets is dat zich over een veel langere periode dan onze ramingen uitstrekt. Dus de ramingen gaan tot 2024. De klimaattransitie is uiteraard een uitdaging voor een wat langere periode. Maar ik vind de vraag en de opmerking bijzonder goed, omdat het herinneren aan die lange termijn uitdagingen, herinner u dat er uiteraard ook de vergrijzing nog is, naast de klimaattransitie heb je de vergrijzing, toch wel nuttig is om te kijken waarom wij aandringen op toch een zekere urgentie in het wegwerken van het begrotingstekort en de nodige aandacht voor de stijgende uitgaven en de stijgende lopende uitgaven in het bijzonder. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat, alhoewel het nog niet in de ramingen zit, dat er heel wat lange termijn uitdagingen op ons afkomen. En Steven heeft het correct gezegd, we hebben de morele plicht om ons daarop voor te bereiden en te zorgen dat onze overheidsfinanciën klaar zijn om ook met die uitdagingen om te gaan. De vicegouverneur heeft daarnet gesproken over het renteklimaat en we hebben ook vragen gekregen over dat renteklimaat. Ja, een question en français. Quid de la politique au niveau de taux d'intérêt? Est-ce que ça peut continuer, ce taux bas? En een andere vraag, een Nederlandstalige, die daar ook een beetje verband mee haalt. De lange termijnrente, vraagt iemand zich af, staat nog steeds laag. En de verzekeringsmaatschappijen, die hebben gewaarborgde rendementen voor groepsverzekeringen en dergelijke. Kunnen ze dat aanhouden in deze omstandigheden zonder bijvoorbeeld meer in risicovolle activa te gaan investeren? Dat is een beetje een vraag. Ik weet het in onze prudentiële rol als toezichthouder op de sector misschien. Maar misschien, vicegouverneur, kan je toch proberen iets te antwoorden op deze vragen. Oui, tout à fait. Et peut-être que Geert peut compléter, notamment pour la deuxième question, ou c'est quelque chose qui... Bon, en tout cas, en ce qui concerne la première question, et en rappelant bien sûr que tout ce qui est politique monétaire, c'est typiquement quelque chose sur lequel il faut interroger le gouverneur qui a une responsabilité en fait personnelle au sein de l'ECB. Mais je crois que il est prudent de dire que pour l'instant, vu la stratégie qui est développée par la Banque européenne centrale, qu'il faut reconnaître que l'objectif de la stabilité des prix dans un contexte où la conviction est que l'inflation a une nature, on continue à l'appeler
temporaire, en tout cas le hump a une nature temporaire et n'est pas de nature à avoir un de-anchoring au-delà de l'objectif des 2%, que imaginez que nous allons assister à une augmentation des taux dans un délai court, c'est quelque chose que aujourd'hui toute personne prudente peut pour l'instant encore écarter. Ceci étant dit, quand on parle de la soutenabilité des finances publiques, on ne parle pas de l'année prochaine ou des 2 ans devant nous, on parle d'un horizon bien plus long que cela, notamment quand on est en train de dire, comme on vient de le rappeler, de se préparer à la prochaine crise que nous espérons tous ne pas être around the corner. Je crois que pour l'instant, notamment dans la période de projection, vous voyez les chiffres au niveau des taux d'intérêt et ils ne sont pas de nature à déstabiliser une politique budgétaire qui, de façon ferme, mais sans exagération, reviendrait à des déficits plus proches de 3%. Le risque de constater qu'à un moment donné, nous nous trouvons dans un monde tout à fait différent, avec des taux d'intérêt bien plus élevés. Mais là, je parle vraiment d'un niveau qui risquerait de mettre sous pression la soutenabilité. Ça ne fait pas partie de nos projections qui sont présentées aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on peut s'installer dans une logique où les taux resteront éternellement aussi bas qu'aujourd'hui. De kwestie van wat dit betekent voor niet alleen verzekeringsmaatschappijen, maar eigenlijk een ganse financiële sector die blijft worstelen met de gevolgen van het lagere renteklimaat. Daar proberen we natuurlijk aandacht aan te schenken. Er zijn trouwens, dat mag men ook niet vergeten, voldoende maatregelen ook gekomen om de robuustheid van de financiële sector gedeeltelijk op basis van hun eigen inspanningen, maar soms ook wel op basis van instrumenten die gemaakt zijn om hen toe te laten om daarmee om te springen. We zitten toch in een situatie waarin daar behoorlijk wat inspanningen voor zijn gedaan en waarvan we inderdaad moeten erkennen dat het voor de financiële sector vandaag niet altijd eenvoudig is om te springen met dat lage rentebeleid. Ik weet niet, Geert, of je daar zelf nog iets aan toe te voegen hebt. We hebben natuurlijk een macro-economische benadering hier, niet zozeer een prudentieel verhaal te brengen. De collega's die instaan voor het prudentiële beleid kunnen daar met heel veel verve ook wat duidelijker inzicht in verschaffen, maar dat is misschien wel een kwestie voor een ander webinar. En één ding is duidelijk, ook daar kun je de financiële sector niet over één kam scheren. En moeten we misschien afsluiten met nog eens te benadrukken dat als je dat vergelijkt met pakweg 10 jaar geleden, de interne kracht van de financiële sector in de Europese Unie gevoelig verbeterd is in vergelijking met datgene wat een jaar of 10 geleden het geval was. Dat moet ons gunstig stemmen, maar zonder daarmee te zeggen dat alle potentiële problemen van de toekomst allemaal nu van de baan zijn. Ja, Viscoleur, je hebt verwezen naar 10 jaar geleden, de financieel-economische crisis toen, 2008, meer dan 10 jaar geleden ondertussen. En iemand vraagt zich af, misschien kunnen we met die vraag ook afsluiten, kunnen we stellen, gebaseerd op de gepresenteerde verwachtingen van vandaag en de terugblik die we hebben gegeven, dat de huidige gezondheidscrisis uiteindelijk toch wel veel minder zwaar en langdurig zal wegen dan die financieel-economische crisis van 2008? Ik heb zin om ja te zeggen. Ik ga ook wel nog eens luisteren naar wat Geert daarover te vertellen heeft. In zeker opzicht denk ik dat wij bij de start van de crisis misschien een aantal scenario's hadden die veel zwartgalliger waren dan datgene wat er uiteindelijk van gekomen is. Het is altijd onverstandig om een soort opluchting te tonen wanneer we toch wel moeten vaststellen dat enorm veel mensen schade hebben ondervonden van zo'n crisis. Dus je mag nooit doen alsof er niks gebeurd is. Maar in zeker opzicht waren de
de potentiële schade-inschattingen waarschijnlijk wel wat ernstiger dan datgene wat we vandaag vaststellen. Het is misschien ook voorbarig om te zeggen van de COVID-crisis is achter de rug. We zitten nu met een Omicron-variant. Er is niemand die durft zijn hand in het vuur te steken dat we binnen een jaar niet spreken over een sigma, een tau, een ypsilon of een weet ik welke variant. Dus laten we dat nog maar even afwachten. We leven in ieder geval als economieën iets beter met de aanwezigheid van het virus dan bij het uitbreken ervan. Dat is een vaststelling. En de permanente schade lijkt op dit ogenblik terugherstel lijkt minder erg dan wat we hadden gevreesd. Ik ga er nog één opmerking aan toevoegen, die wat aansluit bij een vorige vraag. In de mate dat dit allemaal aanleiding heeft gegeven tot nu toe tot minder vernietiging van sommige bedrijven, faillissementen en dergelijke, moeten we ook nog wel eens onderlijnen dat een van de kwetsbaarheden van de Belgische arbeidsmarkt, namelijk dat mensen alles tezamen vrij lang blijven waar ze zitten en in sommige gevallen misschien door een heroriëntering van hun loopbaan op een andere plek nog productiever zouden kunnen zijn, dat effect ongetwijfeld door deze crisis niet veel verminderd is geworden. Daarmee bedoel ik de mensen die zin hadden om niet te snel van sector te veranderen, behalve een paar extreme uitzonderingen die iedereen kent, de horeca en dergelijke, maar het heroriënteren, die misschien wat sterker nodig is in België dan in een aantal andere landen, heeft nog niet de omvang gekend die we er misschien hadden kunnen van verwachten wanneer het een full-fledged crisis zou zijn geweest met een hele hoop faillissementen. Daarmee heb ik niet gezegd dat we als bank hadden gehoopt dat er meer faillissementen zouden zijn. Het is natuurlijk nog veel eenvoudiger wanneer zonder faillissementen wij erin slagen om mensen diets te maken dat in het kader van een loopbaan het interessant kan zijn om halverwege, onder andere door goede vorming, door zich te heroriënteren, om de talenten die men heeft, om die te gebruiken eventueel in andere sectoren. Want dat zou een soort mobiliteit kunnen teweegbrengen die deze Belgische economie af en toe wel nodig heeft. Hetgeen meer dan geïllustreerd wordt door het feit dat wij met onze arbeidsmarkt geconfronteerd worden met een aantal penurieën, tekorten van sommige profielen die in ieder geval scherper zich tonen dan in een aantal andere landen. Maar goed, daarmee wil ik eigenlijk niet de lof van de crisis bezingen. Ik wil alleen maar zeggen, we hebben waarschijnlijk de crisis beter doorstaan dan wat we gevreesd hadden. Maar het betekent eigenlijk dat in termen van een aantal hervormingen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, dat er ons nog wel wat ander werk te wachten staat dan alleen maar een zucht van opluchting te slaken. Ja, dank u wel, vice-gouverneur. Met die boodschap van een stukje positief, maar toch ook wel, zoals dat gewend is, de bank die een aanbeveling geeft, gaan we afsluiten. Donc on va terminer ici notre webinaire. Je vous invite d'aller vers notre site de la banque. Là, vous allez trouver l'article, un article de 19 pages sur les prévisions économiques qu'on vient de vous présenter. Également, la présentation est là. Et on a produit, pour ceux qui ne veulent pas lire tout ça, on a produit quelques vidéos de quelques minutes avec les spécialistes qui résument encore une fois les messages qu'on vient de vous donner ici. Dus ja, op de website van de Nationale Bank vindt u op dit ogenblik, we hebben het allemaal opgeladen, een heel overzicht van deze economische vooruitzichten. Er is een uitgebreid artikel, 19 pagina's, waar u tot in detail al onze projecties kan in terugvinden. We gaan er ook deze presentatie gaan downloaden en opzetten. En er zijn ook enkele video's voor zij die niet alles willen lezen. Video's van een aantal minuten waarin we de belangrijkste krachtlijnen en boodschappen van onze Nationale Bank naar aanleiding van de projecties voor u hebben samengevat. Dan rest mij nog één ding en dat is u namens allemaal bij de Nationale Bank, namens ons allemaal, van harte een fijne feestdagen toewensen. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui me reste. Au nom de tout le monde à la Banque Nationale, je vous souhaite des bonnes fêtes. Dank u wel en tot de volgende keer. Volgende keer zal wellicht
de jaarverslag zijn dat we in februari gaan presenteren. Donc, merci et à la prochaine. La prochaine fois, ça sera en 2022, la présentation de notre rapport annuel sans aucun doute en février. Merci en tot de volgende keer.